Voor de komende 10 tot 20 jaar is er een strategische richting uitgestippeld voor Suriname. Het vorig jaar is het strategisch plan aan de Surinaamse samenleving gepresenteerd. Toerisme is een exportproduct. Dat betekent niet dat wij zeggen we gaan niet doen voor onze eigen lokale mensen. Maar we moeten wel mensen binnenhalen om geld mee te gaan verdienen. En we moeten buitenlandse investeringen gaan aantrekken. Foreign direct, diaspora funds enzovoort. En uiteindelijk moeten we gaan werken aan connectivity. Weet je, want als je 7 vluchten moet nemen om naar Suriname te komen, ga je langer erover nadenken. En productzones ontwikkelen. Want niet iedereen wil toeristen in hun huis hebben en foto's maken. Maar dat je dat gaat regelen en reguleren. En die creatieve sector moet ons vooral gaan versterken. Suriname behoort tot de nieuwe top natuur, cultuur, toerisme destinatie. En tegelijkertijd is de toerisme-industrie de katalysator van duurzame sociaal-economische groei en ontwikkeling in ons land. Een bondvol. Maar het is een message naar buiten dat we nieuw zijn en top. Maar dat we ook naar binnen toe zeggen, wanneer we toerisme ontwikkelen, gaat niet 80% terug. Een belangrijk deel blijft in Suriname. En dat betekent toerisme moet, en als we dat willen bereiken, moet toerisme prioriteitssector zijn. Het gaat om een public-private partnership. We moeten gaan opschalen. Zodat wij werkelijk anno 2030 zeggen, we are the best in the Caribbean en Latin America. En in 2025, 2030 moeten we praten over ministerie. He, dus wanneer we zeggen strategic wise, dan moeten we daar uiteindelijk naartoe gaan. Het toerismeplan is samen met nog 2 andere wetten aan minister Ferdinand Welzijn overhandigd. Wij hebben in mei in de strategische keuze gemaakt om sectorbreed alle actoren, alle stakeholders te betrekken en te vragen om op vrijwillige basis mee te werken aan het samenstellen van een nationaal strategisch plan voor toerisme. En het past op dit moment om al diegenen die, ik herhaal, op vrijwillige basis, zonder betaling, hun vrije tijd, dag en nacht hebben gegeven om een bijdrage te leveren en te discussiëren en te komen tot een nationaal strategisch plan. Sinds december 2017 beschikt Suriname over een eigen diplomateninstituut. Dit instituut zal moeten inspelen op dringende nationale ontwikkelingsbehoeften. Voorheen werden de opleidingen voor diplomaten door het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de bevriende naties gedaan. Vice-president Ashwin Adin gaf het start zijn voor de diplomatenopleiding. Ik sta hier namens de president, namens het staatshoofd, die natuurlijk eindverantwoordelijk is voor het buitenlands beleid. En gaan wij nu na 42 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname, zien wij dat wij nu overgaan in een nieuwe fase in de geschiedenis van Suriname en de Surinaamse diplomatie. Goede diplomaten hebben een belangrijke rol te vervullen in het uitdragen van een land en de regering. Suriname bezit een bijzonder exportproduct dat van belang is voor diverse etniciteiten, culturen en religies. Het instituut zal zich richten op de branding van Suriname, waar eenheid en diversiteit gebaseerd op respect en saamhorigheid worden uitgedragen. De afgelopen 2 decennia hebben de geopolitieke ontwikkelingen ertoe geleid dat de wereld verschuift van een multilateraal systeem, gekenmerkt door samenwerking, in de vorm van internationale instituten, naar een complex multipolair systeem dat zich kenmerkt door conflicterende belangen en machtsstrijd. Historisch gezien leiden multipolaire systemen tot grote internationale spanningen, waarbij de voorspelbaarheid van het gedrag van staten moeilijk in te schatten is. Onderzoek heeft uitgewezen dat hoewel de kans op grootschalige confrontaties klein wordt geacht,
mede vanwege de onderlinge verwevenheid en complexe onderlinge afhankelijkheid tussen staten als gevolg van globalisering, de onzekerheid en instabiliteit in de wereld toch zullen toenemen. Dit merken wij ook vooral in de toegankelijkheid tot internationale markten en fondsen. Zinspelend op deze verschuivingen werden reeds tijdens het vorige kabinet de nodige heroriëntaties gepleegd in het buitenlands beleid, gericht op de strategische internationale positionering en de duurzame nationale ontwikkeling van Suriname. Een jaar nadat de eerste palmoliezaden zijn geplant te Patamaka in het district Marowijne, is minister Suresh Algu zich met zijn staf gaan oriënteren. Het Chinees bedrijf China Zhonghentai heeft nu op een kwekerij duizenden palmolieplanten staan met zaden afkomstig uit Thailand. De eerste planten worden begin 2018 overgeplant in de grond. Progress of the year, now we have about 200,000 palms and about 100,000 are ready for planting by 2018. And now another 150,000 of seed is coming next year. It's just for 2,000 hectares of land to be planted by 2019. In de planning staat ook het opzetten van een verwerkingsbedrijf in 2020. Elke uitbreidingsfase van het palmoliebedrijf betekent meer ontwikkeling voor Patamaka. Our long term, mostly we are on long terms. In oil palm, we didn't have short terms. In oil palm, we are long terms because the palm is grow to up to 30 years. Our planning here, we will build houses for the workers. Maybe schools, maybe training centers. It's just our village for the workers to stay and do the crash for the children in long terms. Maybe this will take to 5 to 10 years time. And we have our factories, we provide waters and electricity all for the workers in and the housing. Yeah, the locals, residents were involved in these projects. And we will teach them how to pump oil pumps. Maybe one day they have their own land, they can pump their own. Oil palm. Yeah, our project here is mostly we hire are all from the locals. The people near a nearby village, the local in the nearby village, we hire them for jobs. Maybe we by next year we need about 100 workers. At present, we have about 50 workers working here. This project, one thing is good for economy of Suriname because we provide works for the locals. The locals can have their work here and earn some money for their families. At present, we provide them with works and with a good pay also. China Zhonghentai wil per jaar minimaal 12 miljoen liter palmolie produceren. Daar is ruim 40.000 hectare land voor beschikbaar. Eveneens is het de bedoeling werkgelegenheid te creëren voor Surinaamse arbeiders.